Yes mensen, ik word wakker hier in mijn nieuwe huis die nog vrij leeg is. En ik ben heel vroeg wakker vandaag. We zijn zo vroeg wakker zelfs dat... Hé, hey, buurman, buurman. Oh, ik dacht dat iedereen nog sliep, behalve de pro gelukkig. Want de pro Jezus, en ik... Jezus, wat ben je luid. Ja, sorry, maar we hadden toch een afspraak. Hoe door de muur in, joh. We hadden een afspraak, toch? Oh ja, ja, nee, dat klopt. Ja, dat klopt, vandaag gaan namelijk de pro en ik iets heel geheimzinnigs doen. Nou, wat is dat dan? Wat is dat dan? Vertel ja, jij het maar. We moeten wel een beetje stil doen, want de Noob en Giel die slapen nog natuurlijk. Nee, kunnen we met z'n tweeën in mijn auto toevallig? Is dat mogelijk? Nee, ja. Nee, dat is echt maar voor één persoon. Hier heb ik 3 diamonds voor betaald. Kan ik hem bovenop? Ja, misschien kan je... Nee, je kan ook niet bovenop. Je zou Giel zijn auto kunnen stelen. Nee, dat nee laten we dat niet doen. Oké, laten we wel even hier weggaan, zodat we ons plannetje kunnen bespreken. Namelijk, wat ik vandaag wil gaan doen met jou. Waarom wij zo vroeg wakker zijn. Ik wil een geheime wapenkamer bouwen onder onze huizen. Oké. Ja. Ja, nee, dat was inderdaad het plan, ja. Alleen, ja. Ik had dan de vraag van, om het gewoon veilig te houden, of onzekerheid te hebben. Waar wil je het doen? Wil je het, ja, weet je zeker dat je het onder deze huizen wilt doen, waar Giel en de Noob zo dichtbij zitten? Of wil je het terug in de geheime? Nee, ik wil het bij deze huizen doen. Dat vind ik ook een soort van leuk. En dan hebben we heel snel toegang. Een beetje spannend. Ja, maar dan hebben we ook snel toegang als het misgaat. Want als je het nog niet wist, Giel en de Noob, die weten nog steeds niet van, ja, deze dingen die wij gevonden hebben. En kijk dan. Het is zo raar om een Minecraft te hebben dit. Ja, precies. Weet je, laten we even anders naar onze andere, onze eerste huis gaan, waar ook dat ding staat waarmee je de crafting table eigenlijk, waarmee je de wapens kan maken. Zo, hopsakee, dan moeten we hier in een bootje. Heb jij een bootje nog bij? Yep, die heb ik. Oké, let's go. Dan gaan we naar dat huis toe, want die crafting table waarmee je dus de wapens kan maken, die wil ik dus in een soort van geheime bunker gooien onder ons huis. Dan hebben we gewoon altijd toegang tot die wapens. Weet je, we moeten er nog mee rekening mee houden. We wonen nu samen met Giel en de Noob. Maar zeg maar vorige week, of nou, misschien nu 2 weken geleden bijna, sloot Giel ons nog gewoon op in de Nether. Ja, precies. Laten we dat even niet vergeten. Een reden waarom wij nog een heleboel dingen geheim houden, terwijl we wel hebben gezegd dat, we gewoon opnieuw beginnen helemaal natuurlijk. Ja. Maar het is moeilijk om dat gewoon allemaal los te laten. We zijn echt nog helemaal niet lang uit de Nether, waar Giel ons in had opgesloten. En nou is het in één keer boezemvrienden. Dat is natuurlijk het makkelijkste om in één keer zomaar te doen. Dus we willen wel, zeg maar, iets een beetje onder de hand hebben voor het geval dat. Nee, ja, precies wat jij zegt, pro-speler. En dat gaan we nu ook doen. We hebben namelijk dadelijk een geheime wapenbunker. Oh, wat ben ik blij dat Giel en de Noob echt van uitslapen houden. Oh, ik moet wel zeggen hoor. Nu we dat andere huis hebben, ik ga dit denk ik toch wel missen. Ook al is het misschien een beetje klein, ook al is het misschien een beetje het mooiste met hier al die verschillende blokken, maar het is wel lekker knus. Nee, ja, precies. We gaan hier ook wel eens een keer weer langskomen, denk ik toch. We gaan het niet slopen. In ieder geval, we gaan wel even alle belangrijke spullen meenemen. Zoals dus dit ding. Dit is dus de crafting table waarmee je wapens kan maken. Ik zal het even laten zien voor de mensen die het nog niet weten. Kijk, als ik hier 24 iron in stop, dan krijg ik bijvoorbeeld deze rifle. Of voor 28 iron deze assault rifle. Maar zo ook kunnen we scopes craften. Zoals de... Of grips zijn dit zelfs. Dan heb je meer grip. Hiermee kan je scope craften. Dan moet je 2 iron nuggets, wat glas en redstone. Zo kan je echt van alles craften. Je kan de kogels ermee craften. Zelfs granaten kan je ermee craften. Oftewel, dit dingetje is heel erg overpowered. En wanneer wij Giel en de Noob echt 100% vertrouwen, wil ik hem het wel vertellen, maar nu maken we nog even een geheime bunker en houden het nog onder de radar, zeg maar. Ja, nee, dat lijkt me inderdaad het slimste. Ik heb al het belangrijke eigenlijk allemaal meegenomen. Ja, nou ja, ik heb even kijken. Ja, er ligt hier niks anders meer eigenlijk, hè. Oh, hier ligt nog het gele concrete. Dat moet ik natuurlijk ook hebben. We hebben nog wat iron spullen voor de verder rest. Jungle logs. Ja, ik moet zeggen, ik had het belangrijke voor mij meegenomen, dus dat gele blok allemaal hoef ik niet natuurlijk. Oké. Nou ja, voor de verder rest vind ik eigenlijk ook echt niet echt iets nog super belangrijk. En als we het nodig hebben, kunnen we altijd nog terug hier naartoe natuurlijk. Oké, zo is het. Oh, ik moet hier door het deurtje heen. En dan doe ik het weer het deurtje dicht. Want ik ben een nette kerel. Kiks, hè. Hoppakee. En dan gaan we in een bootje weer terug richting onze huizen. Ik ben niet in de kerk geboren. Nee, ik ben niet in de kerk geboren. Want als je in de kerk geboren bent, zet je de deur open altijd. Dat is zo gezegd. Inderdaad. In ieder geval. Laten we teruggaan naar onze huizen. En beginnen met graven daar. En pro-spelen houden mee rekening
rekening dat de Noob en Giel waarschijnlijk slapen. Dus we moeten niet al te hard praten. Nee, we moeten het inderdaad gewoon een beetje rustig, een beetje op een normaal volumeniveau houden. Heb jij trouwens al een ideetje hoe je het een beetje eruit wil laten zien? Welke blok je wil gebruiken bijvoorbeeld? Nou ja, ik heb hier al een mooi geel concrete, dus... Is heel leuk en aardig. Maar ik denk dat we... Ik had misschien het idee om het van... Je hebt toch ook blauw concrete gekregen van Giel? Misschien kunnen we het een mix ervan maken? Ja, maar dan ziet het zo half-half uit. En dat, ja, we kunnen het proberen. Oké, wat is jouw idee? Wat is jouw idee? Jij bent de pro-speler. Nou, ik dacht gewoon dat we het een beetje van steen maken. Het wordt namelijk onder de grond. En dan weet ik veel smoothstone gebruiken. Bijvoorbeeld, daar hebben we ook een hele hoop van gekregen van Giel. Oké. We kunnen zeg maar de vloer van smoothstone maken. Dan kunnen we misschien wat... bricks gebruiken. Wel grappig dat we nu de spullen van Giel gaan gebruiken om een geheime bunker te maken waar Giel niet vanaf weet. Ja, luister, laten we even terug naar de Geelstad dagen gaan. We zijn ergere dingen gebeurd dan dit, oké? Ja, dat is zeker waar. Oké. Laten we nu wel even iets stiller doen. Als we daar onder de grond zitten, dan kunnen we weer wat harder praten. Laten we volume inderdaad een beetje normale, laten we gewoon over normale dingen praten. Wat heb jij gelezen in de krant vandaag, bro? Oh ja, ik had in de krant gelezen dat jij in de kerk was geboren, want jij laat je deur altijd open. Ja, nou ja, precies. Kijk eens aan. Hier trouwens, hier heb ik een mooie gangetje. Ja, ik heb wat is dit? Ja, dit is... Oh, dat heb ik je nog helemaal niet verteld. Ik heb deze stoel in de vorige video gekregen van Giel. Ja. Is dit in Minecraft nou in één keer? Blijkbaar heb je ook meubels, ja. Ik was ook even verbaasd. Ik was het je helemaal vergeten te vertellen, sorry. Oh, weet je wat, we moeten hier een winkel van maken, joh. Ja, dat is wel een slim idee, ja. Ik weet alleen nog niet hoe je deze dingen maakt. Giel gaf het me gewoon, dus ik heb nog geen flauw idee. Ja. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Ik zag hem niet... Maar even naast die meubels en dat soort dingen, want we hebben hier veel belangrijkere dingen. Niet op mij richten. Nee. Wat zeg je nou? Ik dacht, dit is de perfecte ingang. Dit is inderdaad de perfecte ingang, maar ik denk dat we ook een ingang vanuit... Ik denk dat we ook een ingang van mijn huis moeten hebben. Ja. We allebei erin kunnen komen. Ja, maar dit is volgens mij echt helemaal tegen de muur aan. Dus als ik nou bij jou hier zeg maar onder de trap zou gaan, dan moet het in principe bij hetzelfde uitkomen. Ik denk dat ik hier gewoon... Als het goed is, ja, als je dat weghakt daar, dan moeten we bij hetzelfde uit gaan komen, toch? Als het goed is, hopelijk... Ja, kijk, dit is top. Hoppakee, dan anker dit nog even. Dit is perfect. En dan dit, zo. En als het goed is... Oh. Waarom zit zullen we nog eentje lager gaan, trouwens? Oh, we moeten hier rechtdoor natuurlijk. Zo, kijk eens aan. Kijk, dit is top. Oké, ja, top. Zullen we nog eentje lager gaan dan? Oh ja, we gaan sowieso een stuk lager. Dat lijkt me wel een goed idee, hoor. We moeten Wil je echt heel veel lager? Of wil je het gewoon zeg maar een beetje als een kelder hebben, zeg maar? Ja, misschien wel even 2-3 blokken nog lager. Oké, zo. Ik zou zeggen, zo laag als ik nou zit. Kijk eens aan, zo. En dan ga ik even met jou... Of jij moet het hebben, torches. Maar anders ga ik ik heb 3 torches. Ja, ik ga even met jouw ding even wat torches maken met jouw crafting table. Zo, hopzakee. Dan heb ik nu 48 torches. Kijk eens aan. Ik wist niet dat het hier gelijk... Ja, het gaat goed hoor. Het gaat zeker goed. Zo, hopzakee. En ja, dit is in principe wel een goede ingang, ja. Oké, ik doe dit dan. En dan... Hoppakee. En dan moet ik nu ook even vanuit mijn huis een krant lezen. Oh, dit is wel... Ja, de krant lezen... Ja, krant lezen. Hey, heb je wat is op bladzijde 4, het kopje? Geen flauw idee. Ik lees niet zo vaak de krant. Ik kan helemaal niet lezen. Kan jij niet lezen? Oh. Jawel, ik kan wel lezen. Oké, wacht. Als ik nou de krant lees, dan kan ik hier bij jou komen, toch? Zo. Waar ben jij nou? Bik, volgens mij slapen ze gewoon. We hoeven echt niet dit soort code te afvoeren. Nee, dat is zeker waar. Zo verwarrend. Als ze er al achter gekomen waren, dan wisten ze het nu al, zeg maar. Ja, daarom. Even kijken. Oh, kijk eens aan. Kijk eens. Hoppakee. Nu komen we bij elkaar. Kijk eens. Dit is top. Zo. Nou, ik zou zeggen, laten we het tot hier doen. Kijk, jouw huis is dat 1 meer naar achter. Dus dan die van mij. Dus daardoor... Is dat zo? Oh, maar ja. Die kronkel kunnen we wel inlaten. Dat is misschien juist leuk. Ja, precies. Nee, oké. Heb jij nog meer laddertjes dat je hier ook omhoog kan? Nee, ik heb nog maar 1 laddertje eigenlijk. Nou, zou je wat meer ladders kunnen maken dan? Ik heb namelijk geen hout meer. Hoppakee. Nou, oké dan. Geef me een momentje. Ik graaf dit wel even mooi uit. Oké. Hoeveel wil je er hebben? Genoeg dat ik naar boven kan. Dat zijn er 1, 2, 3,
3, 4, 5 ladders. 5 ladders. Dan ga ik dit even helemaal mooi uitgraven. Zo, hopsakee. En dan is dit denk ik wel een hele mooie bunker. Dit is ook wel het chillen dat wij naast elkaar zitten. Dat is zo hier. Nou, weet je wat? Je krijgt er van mij 6, want het komen in 3 natuurlijk. Krijg ik er 6 van jou? Nou, nog beter. Ja, hoppakee. Okay, weet je wat ik hier ga doen? Ik ga hier wel zo, hoppakee. Dit is natuurlijk de magische ding, zeg maar. Hoppakee, 1, 2, 3, 4, zo, hopsa. Kijk eens aan, of wacht eens even. Hoe doe jij dat? Dat het nog een beetje geheim blijft? Heb je gewoon... Ik hoor daar gewoon dat steen erbovenop. Ja, precies. Oké, dan moet deze nog weg zelfs. Zo, en dan hebben we eigenlijk dit. Dan, ja, je hebt het gewoon echt niet in de gaten. Ik ga dan die stoel, die ga ik gewoon even hier neerzetten in plaats van daarop. Kijk eens aan, dan heb je eigenlijk gewoon een kelder. En als we dan daar naartoe willen, dan doen we zo. En dan plaatsen we deze steen hier terug. En kijk eens aan, dit is echt top, pro spelen. Let's go. En dit wordt echt heel goed. Het wordt echt geweldig. We gaan hier zo... Dadelijk hebben we echt zo'n... ik weet niet, heb je toevallig de film John Wick ooit gezien? Ja, zeker. Ja. Oh ja, die heeft ook zo'n geheime wapenkelder. Net zoals hij onder Ja, wij worden gewoon de John Wick van deze stad. Ja, precies. Dan zijn we wel de beste, want John Wick is ook de beste. Dat is inderdaad, precies. Hoe groot gaan we dit eigenlijk maken? Ik stel voor zo groot als dat we nou hebben. Hier zo tot hier. Oké. Nou, laten we hier niet te groot, niet te klein. En hier nog even torch. Kijk eens. Ah, dit ziet er top uit. Even kijken. Dit allemaal weg. Het plafond ook eigenlijk 1 hoge, toch? Zo, dat het wel een beetje kan springen. Nee, die kan je zelfs nog 2 hoge doen. Ja, willen we dat wel? Of wat zeg jij? Ja, waarom niet? Oké, nou, hoppakee. Ik hak wel even die steen weg hier. Dit is misschien... Oh nee, dit is geen probleem. Dit kan wel. Oké, ik dacht even dat we een probleem hadden. Oké, wat we ook nog moeten zijn kisten. Oftewel chesten, dan kan ik daar die wapens inleggen. Ja, eigenlijk. Dat is helemaal top. Kunnen we niet met die meubels, met die meubeldingen, als we daar achter zijn gekomen, dat we daar iets gaafs mee kunnen doen, dat we daarin kunnen doen? Misschien kun je kluis of zo maken, kan dat? Ik heb geen flauw idee, maar we zullen op dit moment nog even met kisten moeten werken. Ja, nee, dat is zo. Hoe vet zou dat zijn als we gewoon kluis hebben met wapens erin? Ja, of gewoon een kist met een code erop, weet je wel? Oeh, dat is ook wel handig. Ja, inderdaad. Ja, gewoon zoiets. Hoppakee. Ja, eigenlijk is dat een kluis. Oké. Ja, dit. Ja. Zo, hoppakee. Wel, ja. Dit ook even weer mooi vullen. En dan is het in principe qua ruimte al helemaal af, toch? Ja, precies. Hoppakee. Nou, weet je wat? Ik doe dit gewoon 1 laag, zodat dit allemaal wel echt het mooie... Volgens mij heb jij de workbench, of niet? Ja, volgens mij heb jij de workbench. Alsjeblieft. Hoppakee, oké, let's go. Dan pak ik die even. Waar gaan we deze mooi neerzetten? Gewoon hier in het midden, zeg maar. Is dit het midden? Heb je het midden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, dit zou het midden 7. Zijn. Dit hier. Dit is het midden. Ja, precies. Hop. Oh. Huh. Dat. Oh, kijk eens aan. Oké, dat ging even heel gek. Dat bugde een beetje. Nee, dat ging stroef, ja. Maar okay. Dat maakt niet uit. Even kijken. Dan ga ik nog eventjes wat chesten maken. Want ik heb blijkbaar wel hout. Ik heb het over het hoofd gezien. Hoppakee. Dit doen we hierin. En dan kunnen we zo even chesten. Maar ik maak er wel even heel veel. Of ja, ik maak er wel ik moet, 4. Zo, 4 chestjes. Wat moet jij? Ik moet hier nog wel de vloer nog eentje lager doen. Oh, wat wil je doen dan? Want die wil ik ook van die smoothstone gaan maken. Oh, oké. Nou, dan gaan we dat even doen. Zo, hoppakee. En dan begint het wel echt nice te worden. Kijk eens aan, ik heb hier nog wat smoothstone toevallig. Ja, ik heb ook nog zat. Ik heb dat allemaal nog van Giel toen. Oh ja, ik heb echt helemaal geen smoothstone meer. Waarschijnlijk heb jij dat allemaal opgepakt. Als jij door blijft minen, dan ga ik het allemaal plaatsen. Yes, ja, ik ga dit allemaal weghakken. Hoppakee, en dan pak jij het plaatsen. En dan is het dan eigenlijk... Ja, wat? Of heb jij nog een idee? Ja, misschien kunnen we nog iets van een mooie Giel toevoegen. Je wil iets moois Giels toevoegen. Ik heb wel een idee wat ik wil. Ik denk dat er genoeg Giel boven is, oké? Okay? Ik denk dat we geen... Zo. En dan zo. Kijk, dan weet je dat het bij mij uitkomt. Is dit echt nodig? Is het kleurrijk nodig in de wapenkamer? Ja, zeker. Dit mag toch? Kijk, dan, dat is toch handig? Dan weet alles mag. Dan weet ik dat het bij mijn huis uitkomt. Snap je wat ik bedoel? Dus als jij hier blauw doet, dan weet je dat het bij jouw huis uitkomt. Ja, want dat vergeten we anders. Oké, hoppakee. Hier 2 chesten. Kijk eens aan. Dan doen we hier... Nee, nou, dan doen we dat ook wel even. Torch. Hier nog een mooie torch. Oh, dit ziet er nice uit. En wat ik dan doe, ik leg hier mijn wapen in. Kijk eens aan. Dan kan ik die ook niet per ongeluk laten zien. En dan vind ik het eigenlijk bijna zo goed als afval. Dan ga ik even nog de torches wat mooier plaatsen. Zo en zo.
Misschien hier nog een torch. Ik heb ook gewoon helemaal geen plek meer in mijn inventory. Hier nog een torch. Hoppakee. Ik vind het eigenlijk, ja, als jij de blauwe af hebt, dan vind ik het eigenlijk wel af. Ja, wel toch? Ja, tenminste ja. Voor nu. Als we nog dat kunnen regelen voor die, hoe heet het, voor die kluizen, ja, dat zou wel helemaal mooi ja, zijn. Ja, precies. Ja, ik heb nog geen idee wat. Misschien zitten er kluizen in deze server, maar ja, er zitten zoveel rare dingen in deze server. Ik moet het denk ik nog allemaal ontdekken. Waarschijnlijk is dit, misschien is dit niet eens het coolste wat erin zit, weet je wel. Misschien denken we nu dat we heel cool zijn met wapens, maar misschien heeft Giel al iets heel veel ziekers of zo. Iets ziekers als dit? Ja, cool. Nee. Misschien heeft hij wel een tank of zo. Je weet het niet. Ja, ja. Maar denk je dat dit geluidsdicht is? Denk je dat we hier heel en... denk dat we hier best wel luid kunnen... Oké. Okay. Oh. Worden ze wakker? Ik heb geen flauw. Zal ik even kijken als jij dat even doet? Ja. Ik ga ze hier naar boven. Zo, hopzakken. Dan doe ik dit. Loop anders eens naar buiten. Ja, ik loop naar buiten. Oké. Okay. Ik ben bijna buiten. Zo, ik ben buiten. Oké. Okay. Ja, dit hoor je echt ontzettend goed. Doe dit maar niet. Oké. Ja, dit hoor je echt heel erg goed. Oké. Pro-speler, kom maar snel naar boven. Ik heb zo'n gevoel dat Giel en de Noob straks wakker worden. Dus wij gaan maar weer gewoon... ja, ik heb je mijn nieuwe auto trouwens al gezien. Kijk, mijn nieuwe auto hier. Die hebben we net toch naar gekeken. So, ja, kijk, we konden er niet op. Ik doe mijn starten. Kijk, dit is toch cool. Kijk zo. Wappakee. Oeh, ja, smooth, lieve hè. Lieve kind. Hoe heb je die gekeken? Heb je die... ik heb dit trouwens nog helemaal niet gezien nu. Nee. Nee, oh, ik moet niet te ver van je rijden. Ik hoor je niet meer. Hallo. Hey. Oh, ja, dit is het tankstation en Giel verkoopt hier auto's. En blijkbaar heeft hij ook nieuwe auto's. Ja, oké, nou, wat is dit? Hè? Kijk dan. Heb je nou... Die moet je niet stelen. Oh, moet je eens bukken. Oh. Nee. Moet je eens bukken en dan hierop drukken. Dan zie je dat hij... Daarmee kan je dingen transporteren of zo. Wat? Dat is cool. Oké. Ja, ik zie alweer dat Giel weer allemaal nieuwe dingen heeft. Precies. Daarom moeten we Giel niet onderschatten. Oké, ik ga mijn auto hier parkeren. Zo, ops. Oké. En laten we... Ja, ik vind het een succesvolle dag. Laten we gewoon weer... Ons bedje inkruipen en doen alsof we net wakker worden. Ja, precies. Hé, welterusten, pro-speler. Welterusten, ik bedoel, goedemorgen. Ja, Yes, dames en heren, het is ons dus gelukt. We hebben nu de geheime wapenkamer. En de Giel en de Noob hebben niks in de gaten. Wil jij nou zien wat Giel allemaal aan het doen is in de survival? Klik dan snel op deze video. En wil je de volgende survival video niet missen? Abonneer dan nu meteen. Doe ik even een duimpje omhoog als je meer survival wilt zien. En dan zeg ik, Mick out.